vandaag hier ook John Preston. Degene die naar Dubai was geweest, hebben hem al gezien. Hij was aan het woord. En hij gaat ook vertellen. En op je vragen antwoorden. We hebben heel veel vragen gekregen. Daarom zijn we van plan om meer en meer trainingen te houden. Om het best past voor ons business. Dus welkom John, die een van de oprichters van Diva is. En bovendien is John samen met zijn partner. Ja, hallo John. Bedankt voor de voorstelling. Ik ben blij om jullie hier te zien. We hebben jullie al in Dubai gezien. En met iemand hebben wij al lang samengewerkt. Mijn business partner is ook vandaag met ons. En wat eigenlijk gaan wij vandaag doen? Antwoorden op jullie vragen. En aan jullie vertellen wat Smart Card Average eigenlijk is. We gaan vertellen over 3 methoden om te verdienen. En ook we gaan jullie tonen waar je kan het vinden. Hoe je kan het goed gebruiken. Hoe je de mensen, je potentiële klanten zal aantrekken. Dus we gaan aan jullie alles vertellen. En aan jullie vertellen hoe je je business begint met behulp van de Smart Card van Average. Ik lees geen chat, sorry. Misschien Marshall, heb je al gezien wat voor vragen de mensen al hebben. Of misschien gaan we al beginnen met de presentatie en dan het laten voor het einde van de presentatie. Dus wat is het eigenlijk, Smart Card van Average? Sorry John, ik loop je in de reden. Ja, het was snel en de vertaling is aan de 5 talen. Het is tegelijkertijd, daarom het moet een kleine vertraging zijn, zodat wij het tegelijkertijd kunnen vertolken aan andere talen. Ja, heel goed, bedankt. Ik ga even wennen. Dus wat is Diva? Diva is digitaal assistent. Het is een systeem, hulpmiddel voor netwerkzakmannen. En wij werken met grote bedrijven die in Eric Brooks bijvoorbeeld zijn eigenlijk een van onze klanten. Digitaal, dat is een digitaal business card. Om je klanten aan te trekken en je klanten te zoeken, om de klanten te kiezen. Dus je communiceert met mensen direct. En er is een meerdere platformen. En er is ook een chatbot. En waarom gebruiken we chatbot eigenlijk? Zodat wij een conversieniveau kunnen vergroten. Een standaardpagina voor verkopen. Je kan eigenlijk sturen de mensen aan je standaardverkooppagina. Maar dan moet een klant zelf kiezen qua zijn interesse. En zelf alle informatie vinden. Maar met behulp van ons systeem kan een mens beter kiezen en een individueel weg volgen afhankelijk van zijn of haar interesse. Die standaard landingpagina bedraagt voor 2% van conversie. Dus conversie
is eigenlijk om, het gaat om mensen die je klanten worden. Dus 10% is eigenlijk een goede index van conversie. En qua ons systeem, eigenlijk was het getest samen met het team van Marshall. Dit systeem kan in tot 100% van conversie van koude klanten kan maken. En dus je verspilt geen tijd. En je begint te spreken met het persoon die eigenlijk al een interesse hebt. En het systeem zelf opbouwt een lijst van je klanten. En eigenlijk die follow-up is een sleutel. Dus die mensen staan op de klant. Er is ook een lijst van de adressen. En het systeem gaat aan die lijst en stuurt het informatie over follow-up. Dus die echte persoon, dus je moet die goede persoon op de goede tijd te contacteren. Soms zijn de mensen nog niet bereid om een stap te maken om een business te beginnen. Soms zeggen ze nee, maar dat betekent dat nog nee. Maar met die systeem kunnen ze ook je potentiële klanten worden. Dus waarom? Dankzij een professionele organisatie van een marketing systeem. Er zijn ingewikkelde instellingen daar. Je kan meer tijd doorbrengen met het communiceren met goede mensen. Het systeem is gedupliceerd en ermee zal je team succesvoller worden. Volgens André Hovratov, we hebben het gehoord op Evansy, het obstakel is eigenlijk het feit dat niet iedereen met in je team samen met je werkt. Ze werken op individuele tempo. En dankzij duplicatie binnen dit systeem verdienen de mensen meer binnen je team. En dan verdien je ook meer. Er zijn ook netwerk commissies, netwerkverloning voor diegenen die over dit systeem vertelt. Ja, dus er is ook een marketingbonusplan binnen dit systeem. Zodra je het systeem koopt, wat krijg je? Je krijgt een e-mail en daar staat een link. Het link komt uit je back-office, dus wij hebben al wat informatie over jou. Hoeft niet opnieuw te registreren. Je kan alles doen van je scherm of van je mobieltje. Zoals je inlogt, kan je in je favorietlijst van apps dit systeem opslaan. En ik ga het scherm met je delen om je te laten zien hoe je dit systeem kan instellen. Geef me maar één momentje. Dus, hier zien jullie een homepagina, het beginpagina van je smartcard. Er zijn prospects, je potentiële klanten, je team, en dan zoek en tools en DMO. En helemaal aan het beneden hebben jullie vlagjes
En daar kan je kiezen verschillende talen. Als je op dit knopje klikt, dan kan je het systeem openen op je favoriete taal. Voorkeurende taal. Spaans, Italiaans staan daar ook. En dan zie je het interface op je gekozen taal. Dus ga naar Tools. En ja, het is, daar kan je alle instellingen maken. Dus zodra je naar Tools-sectie gaat, daar kan je alles instellen. Maar eerst moet je je eigenlijk kaart creëren. Als je erop klikt, dan zie je het bericht Hi there. Klik op OK en dan kan je klikken op Edit en dan iets veranderen. Dus sommigen willen de kaart op verschillende talen creëren. Bijvoorbeeld als je Russisch spreekt en wil met Engelsman communiceren, dan kan je ook een kaart creëren in de andere taal. Dus klik op die eerste knopje. Daar kan je ook je foto uploaden. Eigenlijk is alles begrijpelijk. Het interface is heel intuïtief. Laten wij doen. Vanaf het begin. Het is hoe het kaart eruit ziet. Je voert je gegevens in en dit is het. Het is genoeg om het kaart te maken. Dus zodra iemand je kaart krijgt, dan zien ze ongeveer de volgende. Dus ze zien een foto. We proberen het persoonlijk maken, zodat ze een gezicht kunnen zien, zodat ze wat meer weten over je. Het is niet per se om video te maken, maar gewoon weet dat je een video ook kan creëren waar je kan zeggen dat je John heet. Ik wilde zo graag met je een geweldige kans wil delen. Er staan eronder wat vragen. Je kan op die vragen antwoorden. En als jullie geïnteresseerd zijn, dan neem maar een contact met mij op. Zodra je een video toevoegt, dan is het belangrijk om het niet van een erg grote kwaliteit en maakt. Een Ultra HD is veel te groot voor het systeem. Dus het moet van gemiddelde kwaliteit zijn. Dus je kan klikken op het knopje Meer weten en dan zie je het volgende. Ja, hallo, ik weet dat je bent bezig, maar ik zal snel zijn. Ja. Ik kan je leven veranderen en ik kan je een kans bieden om extra inkomens te hebben. En dus mensen kunnen klikken ja, zeker. Dus zodra hij yes heeft geantwoord, dan krijgt hij het bericht over een persoon. Waar is de persoon en waar houdt hij bezig mee? Ja, er zijn verschillende vragen voor verschillende personen.
Soms wil mensen meer mensen met hun gezin doorbrengen, meer geld verdienen om hun levensstijl te veranderen. Ik zou graag je ambities achterkomen en je belangen, zodat ik het goed begrijp hoe ik je kan helpen en je leven verbeteren. En daar is het persoon gevraagd om die vraag te antwoorden. Dus ja, ik als een klant schrijf, ja, ik zou graag meer reizen, bijvoorbeeld. En dan krijgt hij een antwoord, ja, fantastisch. Hoeveel zou je graag maandelijks geld verdienen om het doel te bereiken? Ja, ik zeg 2500. En dan krijgt hij een vraag of hij heeft wat kapitaal om te beleggen. En dan zegt de klant ja. En dan maken we een samenvatting van alles die wij over het klant weten. Dus het doel, het gewenste maandelijks kapitaal. En dan krijgt hij een vraag of hij meer wil weten over dit business. Hij zegt ja. En dan vraagt het systeem contactgegevens, bijvoorbeeld de naam, familienaam, de naam en e-mailadres. Uiteindelijk krijgt hij een vraag hoe het gemakkelijkst is te communiceren via WhatsApp of per telefoon. Hij kiest voor WhatsApp. Dan zoek ik naar Engeland en dan schrijft hij zijn mobielnummer. Bevestigt zijn locatie. Dus we hebben wat informatie over de klant. En ik al weet dat ik een persoonlijke gegevens van de klant binnen het systeem heb. En ik kan aan hem bieden verschillende opties, bijvoorbeeld financiële opleiding. En de persoon kan kiezen waar hij het meest belang heeft voor. En hier worden ze aangeboden de volgende video's, bijvoorbeeld. Dus ze kunnen zelf bekijken. Dus ze weten al iets over jouw projecten. Ze kunnen bijvoorbeeld een PDF-file downloaden over acht regels van een privaat investeerder. En dus zodra je met hem begint te communiceren, weet hij al wat informatie. Dus ze nu staan op je contactenlijst, op je telefoonlijstje. En, als je dit kaart wil delen, dus je klikt op een knopje View kaart. Je kan eigenlijk op elke knop klikken om te weten wat voor functies hier staan. Dus je kan die plaatsen in alle sociale netwerken, LinkedIn, Facebook, Instagram, sturen via e-mail. Dit is een unieke link die vermoogt je klanten uit te nodigen.
Dus je weet toch hoe je die QR-code kan scannen. Dus het is die unieke code. Dus als je nu die code scant, dan sta je in mijn eigen lijst van de klanten. Dus nu. Ja, ik ben er niet zeker van of jullie het goed kunnen zien. Ik heb een e-mail gekregen dat iemand heeft zijn persoonlijke gegevens in het systeem achtergelaten. Ik heb dit bericht op mijn e-mailbox laten wij zien. Wat wij aan het einde hebben. Dus ik heb een bericht gekregen dat iemand een persoonlijke gegevens heeft achtergelaten. Dus ik zie het dat ik hier twee potentiële klanten heb. Een van hun is ik eigenlijk, want ik heb het systeem getest. Jij ziet hier het hele geschiedenis, het hele dialoog. Dus je ziet hun motivatie, bijvoorbeeld meer reizen, meer verdienen. Ze hebben kapitaal, ze zijn geïnteresseerd. Ze zouden graag met mij contact opnemen via WhatsApp. Ze hebben hun mobiel telefoontje achtergelaten. Ze hebben een PDF gedownload, een video gekeken. Dus je ziet van alles. En zodra je echte communicatie begint, zodra je een GP contacteert, heb je al informatie over hem. En elke keer zou het gesprek op een andere manier eraan zien. Dus je kan beginnen. Ja, GP, je hebt me gecontacteerd. Jij zou graag meer reizen. Waar naartoe zou je graag reizen? En waarom zou je graag dit of dat doen? Dus je begint niet met je presentatie eigenlijk. Dus je begint met persoonlijke gesprek. Dus je begint te spreken. Je begint het onderwerp die het meest interessant van de klant is. Dus laten we kijken of vragen zijn die betrokken zijn aan die instellingen of ja, die vragen over instellingen of de methode hoe je die kaart deelt. Ja, jongens, zijn jullie hier of zijn jullie onder de invloed van dit tool? Dit is de tool die kan je helpen om goede rangen te bereiken. Dus weet je, hoe lang moet je die huidige rang bereiken? Eigenlijk kan het proces versnellen, want het tool werkt 24 uur. En John heeft je alleen maar laten zien hoe je het systeem kan instellen. Is chatbot eigenlijk verboden met sociale media? Ja. De link die je hebt gecreëerd, deel je. Dus je deelt je kaart via een link te creëren. En die link kan je gebruiken in Instagram of op Facebook. In LinkedIn. Dus in elke social media kan je die link gebruiken of via e-mail sturen. Ja, chatbot is gekoppeld aan alles, dus niet alleen maar aan Facebook. Eerst blijkt het dat het moeilijk is, maar
Ik raad jullie aan, als je link krijgt, dan ga naar tools-sectie, creëer je kaart en test gewoon. Alles is begrijpelijk daar. Alles is gemaakt zo dat je gewoon een foto daar uploadt en dat is het. Dus de mensen vragen de volgende. Als het product werd gekocht, wat eigenlijk moeten ze verder? Dus zodra je hebt gekocht, dan krijg je een e-mail met een gids. Maar soms heb je dit e-mail met gids in je spambox. Superstar Bots, dat is een e-mailadres. En van die e-mailadres zal je krijgen een instructie. Daar zit je unieke link. Dus gewoon sla die link op in je beginnende pagina. Dus je kan. Dus zou je ons graag laten zien waar trainingsvideo te vinden zijn? Want er zijn ook stap-per-stap video's voor beginners. Waar zijn eigenlijk die video's te vinden? Eigenlijk average. Ja, de mensen vragen of het link wordt automatisch gestuurd aan je potentiële klanten. Ja, het gaat eigenlijk meer op een analyse van je klanten. Dus om te weten wat meer over je potentiële klant. Want soms hebben mensen niet genoeg geld en hun interesse heel klein eigenlijk. En je verspilt de tijd om met hen direct te communiceren. En hier, met behulp van dit systeem, begin je het gesprek met de persoon die echt geïnteresseerd is. Dit is een meer kwalitatieve persoon. Ik laat je zien waar video hit te vinden is. Dus ik ga terug naar de tools sectie. En hier heb ik een knopje training. Er zijn twee video trainings. Eén voor Diva. Wij dan Diva. En die zijn de links aan YouTube-video's, begroetingsvideo enzovoort. Ja, verschillende video's gewijd aan verschillende aspecten met het werken. Meer daar staat een meer gedetailleerd verhaal over het systeem. Er is ook een exclusief training van Fraser Brooks. 9 verschillende video's. En daar kan je leren hoe je je netwerk kan opbouwen. Hoe creëer je een niet eindigde lijst van klanten? Hoe je het deal afsluit, DMO, dus dagelijks methode van die acties. Dus de belangrijkheid van die we te gebruiken. Ja, daar staan heel veel video's gewijd aan verschillende onderwerpen, verschillende aspecten. Ja, en de laatste vraag. Alles wat je doet, is doet je met je instrument. En dit instrument kan je
tijd sparen. En met behulp ermee spreek je met persoon die echt geïnteresseerd is. En soms zijn mensen geïnteresseerd in de tools die ik persoonlijk gebruik. En soms staan de mensen klaar om je te helpen. Ze willen niet kopen iets van je, maar ze willen je helpen. Maar toch krijg je een verbinding tussen een persoon, tussen jou en die persoon. Dus dat is eigenlijk een truc. En zodra je een tool koopt en eigenlijk het laat in de box liggen, dan eigenlijk heb je geen resultaat. Je moet de link eigenlijk delen met anderen. We hebben een goed resultaat gekregen tijdens testen. Ja, ik ken het niet of je al lang met netwerk marketing bezig bent. Dus je kan eigenlijk een follow-up doen en terug te komen aan de personen die 2 jaar geleden aan je nee hebben gezegd. Dus je kan aan hen voorstellen je kaart te kijken en op die manier trekt je hun aandacht, richt je hun aandacht aan jezelf. Maar dat is geen spam. Het lijkt niet op spam, op een gewone spam. Je kan het instellen in andere talen, in verschillende talen. Dus het is mijn unieke link. Diegenen die op die link klikken, worden dan mijn eigen potentiële klanten. Nog een vraag hebben wij van Halid. Misschien had hij gevraagd het vraag om het volgende. Ja, eigenlijk snappen wij de vraag niet goed. Ik geef aan jullie een voorbeeld. Jij hebt een deelgenomen aan een evenement. Jij hebt een QR-code. Een persoon scant je QR-code. En dus ze heeft geen papier businesscard, maar je laat je QR-code scannen. En op die manier krijg je dit persoon in je contactenlijst. En dan kan je een post in social media posten. En je daar je link kan je daar ook plaatsen. En daar schrijf je dus als je interesse erin hebt, dan volg je de volgende link en plaats je eigen link. Dus de klant gooit heel vaak die papier businesskaart weg. Maar dit instrument biedt veel meer dan het papier businesskaart. Ik zou graag meer toevoegen. Stel maar voor dat je een Zoom-rendezvous hebt, Zoom,
zo'n webinar. Je kan een QR-code op je mobieltje gebruiken, zodat de mensen hem kunnen scannen. Bijvoorbeeld een QR-code van John. Dus je deelt dit QR-code met anderen. Sommigen delen QR-code van WhatsApp bijvoorbeeld. Dus ja, heel veel zijn er al gewend aan. Het is heel makkelijk om te delen. Dus het gaat niet alleen maar om een link, maar je deelt met een heleboel informatie. En in plaats van een 2 uur gesprek te houden, stuur je alleen maar een link. En dan krijg je een feedback van de persoon dat hij eigenlijk geïnteresseerd in alles is. Je verspilt dus geen tijd. Dat is op die manier bouwt je een bruggetje tussen jou en de andere persoon. Er is een vraag of wij WhatsApp nodig hebben. Nee, dat is alleen maar een gratis app. WhatsApp werkt buiten Verenigde Staten. En ja, het is erg gebruikelijk en heel veel van je klanten zullen een account in WhatsApp hebben. En ze delen graag hun WhatsApp. Soms delen mensen niet graag hun mobieltje, nummer, telefoon. Maar het lijkt voor ons zodat ze geen mobiel nummer aan je hebben gegeven. Want als ze WhatsApp geven, dan vergeten ze dat ze ermee ook een mobiel nummer aan je hebben gegeven. Dus als je geen WhatsApp hebt, dan beloof ik aan jullie aan dit app te downloaden en hebben. Ja, misschien vinden jullie WhatsApp niet leuk. Ja, dan je kan gewoon een mobieltelefoonnummer toevoegen. Dus een telefoon, een klant kan je gewoon bellen op een gewone manier. Ja. Er is geen systeem die een 100% van conversie voor je kan doen. Je moet ook wat doen. Systeem zonder jou kan niet goed werken. Maar je begint met het werken met een persoon die al bereid is om met je te werken. Laten we misschien gaan aan die DMO. Sommige mensen hebben tekort aan de hulp van hun team medewerkers. DMO is een dagelijks marketing operaties. Dus in elke business moet je elke dag iets doen. Dat is een sleutel tot je succes. En heel vaak hebben jullie misschien gehoord dat een situatie heeft gehad dat een persoon van je team gewoon zegt dat en klaagt dat eigenlijk hij kan helemaal niks verdienen.
ze doen helemaal niks. Eigenlijk, ze kunnen een kaart delen. Dat is heel makkelijk. En met behulp ermee kunnen ze wat verdienen. Dus hier is DMO te vinden. Klik erop. En krijg je verschillende opties. Bijvoorbeeld DMO vandaag, today. Kan je daar je taken invoeren voor vandaag. Heb je ook een week samenvatting. Dus de mensen kunnen ook een logboek hebben van een dankbaarheid. En daar kan je ook een lijstje maken van je leiders. Dus het meest hardwerkende persoon uit je team. Dus diegene die het meest succesvol worden. Dus als ik klik op DMO vandaag, zie ik hier de volgende. Hoeveel berichten heb je gestuurd? Dus hoeveel mensen heb je gevonden en aan hun berichten gestuurd? Het gaat niet om het kopiëren en plakken. Het gaat om contact met persoon opnemen via Facebook of LinkedIn. Dus het gaat om beginbericht. Dus ja, ik bijvoorbeeld heb 10 zo'n personen gevonden. En hoeveel van hen... En aan hoeveel heb je gezegd en gevraagd of ze interesse hebben? Dus aan 8. En aan hoeveel mensen heb je een follow-up gestuurd? Ja, 1 bijvoorbeeld. Heb je een tweede gesprek met hun gehouden? Ja, dus het systeem... dan laat je een statistica vertonen. Dus laat ik hier schrijven dat ik 10 follow-ups heb gedaan. Dus laten we kijken naar mijn productiviteit. Ja, bijvoorbeeld 5 in de schaal van 1 tot 10. Ik klik op het knopje. Dus je kan altijd hier ook invoeren het persoon, de naam van de persoon die hoger je upline, die hoger dan jou zit. Dus ik klik op het knopje send demo to Simon, want hij is mijn upline, hij is hoger dan ik. Dus ik op die manier geef ik een verslag aan hem. Of aan een andere persoon kan ik ook die versturen. Dus kennen jullie het groep van Armand en Mila? Dus diegenen die een deel van die groep waren, dan hadden jullie de taak om gesprek te voeren met 5 mensen per dag of 5 rendezvous te hebben per dag. Dus je kan al die informatie hier plaatsen. En als die mensen hun verslagen aan je sturen via dit tool, dan worden ze meer productief. Dus we hebben een vraag uit de Russische Kamer. Ja, ik heb het eigenlijk al geantwoord. Ja, maar ik ga het nog
een keer herhalen. Dus staan mensen in je contactenlijst of worden ze een deel van mijn Everreach team? Dus nog een keer. Als de mensen hun gegevens in de Diva-vorm invoeren, dan krijg je een contactenlijst. Maar er is ook een knopje registreer nu. Dus zodra ze erop klikken, dan gaan ze aan je registratiepagina in Everreach. En daarna worden ze een lid van je team. Is het klaar? En er was ook een... Ja, sorry. Ik ben het kwijt. Er was een vraag. Werkt de link al? We hebben ervoor al betaald. Ja, ik snap het eigenlijk niet. Ja, misschien bedoelt het persoon Diva-link. Dus als je geen link voor je Diva-kaart gekregen, dan stuur aan onze e-mail. Ik ga nu een e-mailadres opzoeken. Ja, Diva Support. Wacht eventjes. Ja, laten wij gewoon het opschrijven in chat. Anders is het moeilijk. Ja, we gaan het kopiëren en in chat schrijven. Zal alles, alles vertaald aan Vietnamees? Ja, we zijn begonnen met 5 talen. Italiaans, Hindi, Engels, Russisch en Spaans. Maar we zijn bezig om met andere talen toe te voegen. Maar als die raad van leiders zegt aan ons dat wij nog een taal hebben nodig, dan natuurlijk zullen wij nog talen toevoegen. We zijn eigenlijk van plan om nog talen toe te voegen, maar we weten nog niet welke talen. Zijn er nog vragen in andere kamers? Dus als jullie geen link hebben gekregen, dan zie je een e-mail in chat. Dus Diva Support enzovoort. Dus ga gewoon naar je spambox. Misschien is het in je spambox te vinden. Er is een vraag uit de Italiaanse kamer. Zijn alle scripts al klaar of moet je alle scripts jezelf schrijven en samenstellen? Ja, scripts. Ja, wat bedoel je ermee? Ja. Dus al die vragen bedoelt hij. Dus die scenario's die we hebben. Maar we hebben ook volgende 5 e-mails die gestuurd worden na het registratie. Ja, dus we hebben scenario's. Ze zullen vertaald worden aan al die talen die we hebben al genoemd. Dus
als je je kaart creëert en dan klikt op een optie Learn More, meer te leren, dan zie je het script, het scenario waar je wat een potentiële klant gaat zien. Als je voor het eerst naar het systeem gaat, dan is het belangrijk om naar tools-sectie te gaan en naar een sectie training en alle video's bekijken waar je stap per stap ziet hoe je ermee kan werken. In de toekomst zullen al die video's vertalen aan andere talen, maar nu, als jullie naar de sectie opleiding gaat, dan ziet je dat al die video's in Engels staan. Maar in ieder geval zal je alle antwoorden op je vragen, het meest vragende vragen, zal vinden. Als je het antwoord, als je geen antwoord hebt gevonden, dan kan je altijd ons contacteren via e-mail. En dan gaan wij aan jullie wijzen welke video te bekijken. Of misschien zullen wij nog een webinar houden. Maar ja, ik denk dat alle antwoorden staan daar in de sectie van trainingen. Kunnen we Telegram gebruiken? Een vraag uit de Russische Kamer. Ja, de link zal in ieder geval werken. Telegram is een verwijzing aan een website. Dus je kan die gebruiken op welke plaats dan ook. Ja, want we hebben het gesproken over de keuze tussen WhatsApp en telefoon. Tot nu toe hebben we alleen maar twee opties. Telefoon en WhatsApp, als ik de vraag heb goed begrepen. Dus als je op het vlaggetje klikt, John laat aan ons zien. Dus als je op een Italiaanse vlag klikt, dan verandert je het interface van de tool aan in de Italiaanse taal. Dan als je op een Russische vlag klikt, dan start het interface op het Russisch. Dus klik gewoon op een vlaggetje. Het vlag betekent eigenlijk de taal. Ja, je kan omschakelen tussen verschillende talen. Maar zodra je een link krijgt, wijst die link toe aan je eigen taal. Als je een burger van Rusland bent, dan krijg je alles in het Russisch. Dus er is een vraag. Er is een vraag over die ondersteuning van je team via via Diva. Moet een persoon in Diva registratie hebben? Ja, om demo-tracker te gebruiken en je eigen demo gebruiken, moet je een abonnement hebben, moet je kan al je team demo gebruiken, maar ervoor moet je een abonnement hebben.
Je hebt een team en je bent geïnteresseerd in je team en je natuurlijk wil je dat je team meer verdient. En als je hen overtuigt het systeem te kopen, dan krijg je ook commissies van hun aankoop. Dus er zijn meerdere voordelen. Dus, je krijgt een meer actieve team. En de tweede voordeel is dat je krijgt een commissie, een beloning van hun aankoop. Dus dat is een tool, een belangrijke tool die ons helpt. Dus hoeft niet van nul te beginnen. Dat is een tool om je team te dupliceren. Dus je laat een persoon zien dat dit systeem eigenlijk bestaat, die 30 units kostet. En eerst moet je de mensen vragen om een lijst te maken. En bijvoorbeeld, en dan hen vragen die link sturen aan allemaal die aan je lijst staan. Een kaart te sturen is makkelijker dan eigenlijk een telefoongesprek te voeren. Want soms zijn de mensen niet genoeg dapper om een telefoongesprek te voeren. Dus als de mensen in je team gewend aan die tool zijn, en dan en als hij maandelijks een abonnement betaalt, dan krijg je een commissie. Dus je krijgt een passieve inkomen ermee. En soms vragen de mensen hoe vaak zullen we trainingsvideo's zullen houden. Ja, misschien zullen we beginnen van één keer per week. Zodat jullie het goed begrijpen dat het een tool is die je kan helpen. En hij is niet duur. We zijn bereid om trainings te houden zo vaak zo het noodzakelijk is, zodat jullie succesvol zijn. John, wij hebben een opmerking in de Russische Kamer. Dus zodra je naar de toolsectie gaat, dan heb je geen vertaling. Ja, binnen heb je geen vertaling, alleen maar de benoemingen. Ja, maar we zijn ermee bezig. Ja, heel veel bedankt voor de feedback. Bedankt voor die opmerking. Ja, ik snap het dat die vertalers al bezig zijn. Ja, dus wij zullen alle vertalingen integreren en toevoegen. Ja, de beste vertalers zijn binnen onze team en ze gaan dit eigenlijk doen. En zijn er nog wat vragen? Ja. Werkt dit product samen met EvoReach marketingplan? Ja, ja, klopt. Ja, het is gebaseerd op marketingplan van EvoReach. Ja, bedankt voor het antwoord.
Zijn er nog vragen? Misschien uit andere kamers, Hindi, Spaanse kamer. We hebben een vraag in de Spaanse kamer, hoe je een link tot Diva kan in sociale media delen. Misschien nog een keer kunnen jullie herhalen. Ja, laten wij. Dus ik ga met jullie mijn scherm delen. En naar Spaans omschakelen. Kijk maar. We gaan naar tools. Hier. En ik heb alleen maar een Engelse kaart, maar maakt niet uit. Ik kan of QR-code creëren of een uitnodigings-URL creëren. Kijk. Hier is de link. Je kan die link gebruiken in elke sociale platform of media. Er zijn twee methoden om het link te delen. Je gaat naar Tools, vindt de link, maar als je die hebt, je kan die kopiëren. En dat eigenlijk staat al in de sheet. Daar zie je eigenlijk hoe je dit kopieert en plakt. Dan ga je naar je account, naar je pagina in sociale media. Ja, ik. Mijn voorkeur is het niet openbaar te doen, maar privé te doen. Dus een privébericht te sturen. Misschien jij kan het vragen. Kun je me helpen? Gewoon een feedback aan mij sturen. Dus jij bent geen verkoper. Jij stuurt gewoon een link. Of je kan een QR-code delen via WhatsApp. Of andere contactmiddelen, bijvoorbeeld gedurende een fysieke ontmoeting, gedurende een bruiloft bijvoorbeeld of een party. Je kan de mensen vragen om je QR-code te scannen en de mensen vragen om te kijken wat daar staat. Dus we gaan naar de tools. Dus nog een keer herhalen wij. Klik op het knopje in kaart delen en kies dan optie een QR-code of een URL-link. John, we hebben een vraag van Richard. Kan een persoon meerdere keren zich daar registreren? Kun je herhalen? Dus iemand heeft het gegevens ingevoerd en kunnen ze meerdere keren naar het systeem gaan? Ja, dat kan. Ze kunnen verschillende namen en e-mails gebruiken. Mensen kunnen testen. Maar we zien ermee geen probleem als mensen meerdere keer het gebruiken. Dus als iemand verschillende namen en e-mails invoert, dan gaat het. Maar met hetzelfde naam mag het niet. Met het
Je niet registreren met hetzelfde e-mail twee keer. Dus je kan hetzelfde informatie invoeren, maar het daar tot geen resultaat leiden. Want er is geen zin als een persoon heel veel tijd ervoor hebt, dan ja, laat hem maar. Ja, maar als het om spammers gaat, misschien kunnen we hen verbieden, zodat een persoon geen hetzelfde e-mail twee keer invoert. Anders krijgen we een stroom van spam. Ja, eigenlijk, het is de eerste keer dat ik erover hoor. Ja, dus we hadden vroeger geen probleem ermee. Dus jullie hebben aan ons al getoond hoe je die link krijgt. Ja, eigenlijk we hebben het al gezegd. Dus ga maar gewoon naar toolsectie en daar staan de video's die gewijd zijn aan alle aspecten. Hoe je kaarten creëert, deelt enzovoort. Zijn er video's? Dus promo-video's die gewijd zijn aan verschillende projecten. Dus niet aan Diva-instellingen, maar aan promo-projecten. Ja, geef me een momentje. Ik ga even opzoeken. Ik laat jullie zien waar je dit kan vinden. We gaan terug naar het systeem. Dus zodra je contactgegevens van persoon krijgt, dan stelt het systeem aan hem voor om een video te bekijken. Bijvoorbeeld als persoon geïnteresseerd in financiële opleiding is, dan krijgt hij een video over dit onderwerp. Dus je kan verschillende video's aanbieden, afhankelijk van het interesse van de klant, ook in de taal die je klant, potentiële klant spreekt. Wij kunnen eigenlijk geen average promotion doen, want ja, sommige video's zijn filter out. Ja, misschien is het beter in dit geval een website te gebruiken. Ja, wij vernieuwen alles steeds. Dus wij actualiseren alle video's. En als het bedrijf zegt dat dit video veel te oud is, dan vernieuwen we die video's. Zijn er nog vragen? In de andere kamers staan er vragen? In de Hindi-kamer, in de Vietnamese-kamer? Ja, in de Hindi-kamer hebben wij dezelfde vraag over die video's, promo-video's in het systeem. Ja, alle video's die we hebben, zullen vertaald zijn aan Hindi. Dus alles daar zal staan. Dus in het principe, begin maar, test het systeem. Als je wat
vragen hebt of twijfels, stuur maar een feedback. Begin met het proberen en stuur een feedback en we gaan alles aanpassen. Dus laat het systeem niet gewoon liggen. Het is een tool die je kan gebruiken voor je business. Een nuttige tool. Vergeet maar niet ook je team aan te moedigen en hun acties volgen via DMO. Dus zijn er nog vragen? Nee, dankjewel. Geen vragen. Dan gaan wij meer webinars houden. Zaterdag. Tijdens ons webinar gaan wij over diva spreken. Ja, dus begin maar met het werken en moedig je team aan om dit te gebruiken. Want het kan, dat is een team om vanaf nul je groei te verzekeren. Average Smart Card. Dat is die benoeming van het product. Dus je kan het bericht vinden in je back office. Dus als er geen vragen nog zijn, dan gaan wij afronden. Bekijk maar die trainingen over deze tool. En als je wat vragen hebt of je geen link hebt gekregen, maar toch betaald ervoor, stuur maar een e-mailtje op een adres die we support superstar bot. Dus we gaan dit adres in chat opschrijven. Heel veel bedankt, John, Olly. Jullie hebben heel veel druk en heel veel bedankt voor jullie moeite en voor je samenwerking. Dus laten wij het gebruiken en de mensen aan te moedigen om dit te gebruiken. Als resultaat krijg je een massieve dubbele kassen. Dus een heel goede avond toegewenst. Ja, misschien John of Ole willen iets zeggen voor wij het webinar eindigen. Nee. Ik ben uitgesproken. John heeft alles gezegd. Dus ik zou graag gewoon zeggen dat als je wat twijfels hebt of vragen, dan bekijk gewoon die video's of schrijf een e-mailtje aan onze ondersteuningsteam. En de tweede raad is om gewoon begin vraag aan je team de tool te gebruiken en ook doe het zelf. Dus je weet het hoe jullie ons kan vinden. We zijn bereikbaar en we staan klaar om de tool het meest effectief te gebruiken. Bedankt. Uitstekend. Bedankt aan de talker en aan iedereen die aan het webinar deel hebben genomen. Deel die informatie met andere mensen. Die recording, die opname van die webinar zal bereikbaar op YouTube in alle talen.
Dus een hele goede dag en avond toegewenst. Tot ziens.